Hallo kijkers en toekijkers, goed nieuwe video van de K-agent Gerard Moorden. En ik zie dat ik een aanbod krijg voor bondscoach te worden van Canada. En dat ga ik wel accepteren. Ik heb al zin om bondscoach te worden van Canada, lijkt me ook leuk. Dan heb ik ook nog David in mijn team. Goeie wedstrijd tegen Club Brugge. En zoals je ziet speel ik weer met muis en toetsenbord. En gezien problemen zijn met, ik heb al een controller, alleen lukt me niet echt om het weer aan te sluiten met de lab bij deze computer, dus dat is even vervelend. Maar dus we spelen dus thuis tegen Club Brugge en het is ook wel een spannende, zeker een belangrijke wedstrijd voor de titel. Ja, hier hebben we zo en dan de patteren, David afwerken, nee, dat doet hij, nee. Dit wordt weer wennen. Eiger schiet van afstand. Nee, dat is hoog over. Ze krijgen vrij trap een best gevaarlijke positie. Oh, weg die bal. Oh jee. We staan nu al achter. Dat is niet goed. Vossen met de goal. 1 op 1, niet verpest je niet, pest. De Patre met de goal. 1-1. En ook een mooie pas van David. We zijn 8e ook van de competitie. Er wordt weer spelen. Wow, we staan weer achter. Verscharen. Dit moet je afmaken. Verschaar afmaken, dat doet hij. Zeer belangrijk dit. Voor hem is het al zijn tweede. Jager. Jaagt naar zijn doel. En hij scoort. Even een van een achterstand maken we gelijk. En dan weer uiteindelijk de voorsprong. Heel blij met die doelpunt. De Patre mag eens. En hij scoort ook 4-2. Oké, ik ben toch wel blij over deze wedstrijd. In het begin helemaal niet. Maar in de tweede helft speelden we echt goed. En dit was het dan. Een mooie thuisoverwinning. Het was toch wel een zeker spannende wedstrijd. Oké, we gaan nu in Clessin voetballen. Tegen de grote club uit Wallonië. Standaard luik. Ze krijgen hier al meteen een hoekschop. Wegwerken. Oh, dat is niet goed weggewerkt. En goal voor hun. Ah. Heel slecht gedaan dit. Oh, je neef. 2-0 ondertussen al. Dit is rampzalig. 3-0 al. Eindelijk fluit hij af. Ja. Ik zal een boze toespraak houden in de kleedkamer. Zodat de spelers zich herpakken. Ja, dit is de enige kans waarschijnlijk van de wedstrijd. Remtjoek afmaken die. Nee, dat doet hij niet. Loopt langs. Bal, maar. De Patre nu. Scoren, 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 scoren. En dat doet hij. Wow, dat was even een rare situatie. Maar toch wel een redder, want 3-1 verliezen ziet er wel iets beter uit dan 3-0. Heel rare bal dat. Oh, het was Verscharen met de goal. Had ik niet eens gezien. Maar we hebben terecht verloren met zware cijfers. Hopelijk is het de laatste keer dit seizoen dat we nog eens verliezen. Want dat is nooit leuk. Ik zie nu hoeveel ik in mijn budget heb. Ik had gedacht om Alexander Mitrovic te kopen. Hij speelt tot dit moment nog bij Fulham, maar ik denk dat hij
wel leuk is om hem terug naar de Belgische competitie te halen. Wat Vaas wordt 72 algemeen nu. Ja, ik ga toch gaan voor Mitrovic als spits. Oké, het wordt dan toch, we gaan het toch accepteren. Nu met het nog voor zijn salaris. Dus Alexander Mitrovic is nu ook in ons team. Wedstrijd tegen Moeskroen ga ik simuleren. 2-0 winnen we met 2 goals van de Mitrovic. Dus dat is een goed debuut van hem. En dan de volgende wedstrijd is in de beker. Maar dat is dan voor de volgende video. Dus hopelijk vond ik het een beetje leuk. Laat deze video al zeker in deze video al zeker een blauw duimpje achter. En dan zie ik u terug bij een volgende video. Dus doei doei.